kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. Wauw, dat klonk heel erg kut en zo. Maar mensen, welkom weer terug allemaal bij een nieuwe video op mijn kanaal. En we spelen weer Mindtopia. En vandaag is een hele vette aflevering. Nou, niet een hele vette, maar een hele langere aflevering vooral. Want vanavond om 8 uur is er een gigantisch feest dat ik ga houden in mijn nieuwe club in Rolandia. En daar ga ik met jullie over hebben. Ik ga het laten zien, mijn club. Ik ga er zo meteen even langs. Ik ga wat gastenlijsten fixen, laten kijken. En we gaan vanavond gewoon een dik vet feest bouwen in Rolandia in mijn nieuwe club. En ja, let's fucking do this. Vandaag inderdaad, normaal gesproken heb ik nu andere video's moeten doen. Maar vanavond om zondag natuurlijk om 8 uur begint een heel gigantisch groot feest in Rolandia in mijn club. Die dus nu elke week feesten gehouden gaan worden. Af te huren is voor een bepaalde prijs. Dat ga je allemaal nog wel horen zo meteen. En dat gaan we nu allemaal regelen vandaag. En jongens, vandaag is een goede dag. Want vandaag is de eerste keer in weken dat mijn staf, iedereen in de staf van Cosmopolitan, vandaag alles gewoon netjes hebben ingevuld. Alle boekjes netjes hebben ingevuld. Het geld hebben ingeleverd. En alles gewoon klopt. Het is de eerste keer ooit. Het is de eerste keer sinds ik burgemeester ben in ieder geval. Dus daar ben ik echt gigantisch blij mee. Gigantisch blij mee dat het zo gegaan is. Want ja, ik bedoel, yo, dat is echt een heel goed idee geweest. Om dat op die manier te doen. Het is eigenlijk gelukt. En vandaag ben ik zo in de goed humeur. En ja, helaas regent het wel buiten Cosmopolitan. Maar vandaag hebben we gelukkig niks te zoeken hier. Want ik ga namelijk niet naar Cosmopolitan. Ik ga natuurlijk naar Contraxia, mijn winkeltje checken. Wat ik altijd even doe, altijd even kijken in mijn winkel, mijn kledingwinkel. Die loopt als een tierenlier. En dan ga ik even naar mijn club in Rolandia. Natuurlijk om te vertellen over het feest van vanavond om 8 uur. Waar je natuurlijk een kaartje voor kan kopen. Ga ik allemaal zo meteen vertellen. Want het wordt gewoon een knallend feest. Er zijn nu op het moment al 50... Nee, ik denk 40 kaartjes verkocht of zo. 40 mensen komen al naar het feest om 8 uur. Dus ja, het wordt nogal een dolle boel. Laten we daarop houden. En er komen een aantal YouTubers bij. Er gaat één YouTuber streamen. En die gaat het feest streamen. Die komt ook even kijken bij het feest. Dus ga ik jullie even sowieso even daar naartoe wijzen. Dat ga ik ook allemaal laten zien. Dat ga ik allemaal zo meteen vertellen over het feest zelf. Want het wordt gewoon één dikke vette party. Ondertussen zie ik daar dat mijn huis klaar is eindelijk. Mijn villa van Mindtopia van Cosmopolitan. Maar ik ga daar wel een andere keer naartoe. Want vandaag hebben we andere zaken aan ons hoofd dan mijn huis. Namelijk mijn nieuwe club. Zoals je kunt zien, rechts in beeld. Cosmopolitan staat er nu op 1,4 miljoen nog maar een bankkat. En dat was eerst 2,5 miljoen. Ik heb heel veel geld uitgegeven aan nieuwe kleren. Ik heb kleren gekocht, maar voor de winkel, voor Neil. En ik heb daarnaast natuurlijk ook mijn club laten bouwen. En het is niet zomaar een club, het is geen klein hokje. Het is geen klein dingetje. Nee, het is gewoon één gigantische vette club waar ik meer betaald heb dan 500k. Laat me daar maar even op houden. Het is een hele grote... Holy fuck. Oh! Wauw! Wauw! Dit was echt grappig. Weet je nog vorige video? Ik zie het nu pas. Vorige video had ik gezegd van, nou wat gek, er zijn gebouwen van ijs. Die horen toch te smelten. En moet je zien! Het is gesmolten! Lol! Ik zei dat laatst in mijn video. Oh, dit is echt geniaal! Dit is echt geniaal! Lol! Ik zei dat laatst in mijn video. Dat het zeg maar hoort te smelten en het smelt. Lol. Het is echt geniaal, man. Dit is echt geniaal. Holy fuck, Ducky. Het spekt ijs, het hoort niet te smelten, zegt iemand hier. Maar ja, het is zeg maar. Het zou hard smelten door de zon, zeg maar. Het is echt grappig, dit. Dit is wauw. Dit is super. Ah, fuck. Kan ik ook niet langs. Dus hoe ga ik dat doen? Ik ga gewoon hier langs. Holy shit. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Lullig wat er gebeurd is. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Ook al is het packed ijs dat in Minecraft-stijl, zeg maar, niet hoort te smelten. Welkom in een reality server. Je kan niet een gebouw van ijs bouwen in de stad waar de zon schijnt. Want waar de fuck is die zon gebleven? Hij is nu al erg aan het dalen. Waar de zon schijnt. De zon schijnt in Contraxia en het is van ijs. In de realiteit, je zou nooit een iglo kunnen vinden midden in Mexico of in Miami. Zelfs in Amsterdam, want die shit smelt. Ook al heb je packed ijs, zeg maar, ijs heel goed op elkaar gedrukt is. Het is ijs, het smelt. Maar net hoe je het bent of verkeerd, het kan gewoon niet. Dus ja, het spijt me. Ik vind het heel lullig voor degene die het gebouwd hebben. Eigen schuld. Dikke bult, maar hey, ik ga me verder niet mee bemoeien. Ik ging naar mijn winkeltje toe. Dat is wat ik doe. Oh, die springen, Vriezerik. Leuke naam, Vriezerik. Maar dat is wauw, dat is even in één keer geinig. Dat is gewoon geinig en toevallig. Dan gaan we door, zo meteen naar mijn winkeltje. Ik zie dat die dicht is. Neil is niet aanwezig vandaag, of nu in ieder geval. Maar ik heb wel goed nieuws over Neil. Neil VD gaat vandaag zijn loon krijgen, want het is zondag. Werkt echt knijterhard. Ik heb hier gisteren uit deze kist 400.000 gehaald of zo. En Neil heb ik ook gepromoveerd tot manager. Dus manager Neil VD. En
Hij doet hartstikke goed. Hij mag de winkel opnieuw inrichten. Hij is af en toe niet aanwezig. Het kan dus als hij een extra persoon wilt eigenlijk aannemen, moet je het niet aan hem vragen. Neil gaat zelf wel een bordje ophangen. Ik ga het met hem over hebben. Misschien wil je een extra persoon hier laten werken. Mag Neil aannemen. Want Neil is een jonge jongen. Ik weet niet eens hoe oud hij is. Volgens mij is hij 14. Maar die jongen werkt hard. En hard. En hard. Alle prijzen heeft hij veranderd. Daar de goedkopere prijzen. Hij heeft besloten. Dat deel zullen we de winkel maar wat goedkoper maken. Dus wij zijn best wel goedkoop. Een van de goedkoopste in de stad. In de steden. En we hebben Droen erbij gekregen. Dat wou hij graag hebben. Dus op die manier. Jongens, bij Neil. De winkel gaat goed als de man. Dus hij is een manager geworden. Dus goed voor Neil. Dus hier haal ik mijn inkomsten van binnen. Maar. Natuurlijk. Waar het vandaag om draait. Om 8 uur vanavond. Gaan we een gigantisch groot feest geven. Het openingsfeest. Van mijn club natuurlijk. In Rolandia. En het gaat gestreamd worden, het feest. Want er gaat iemand naartoe komen. Die is op de gastenlijst. Oh, moet ik even opzetten. Want dit is de gastenlijst. Het zijn mensen die geen kaartje hoeven te kopen. Maar geïnvite zijn door mij speciaal. Om in de VIP te zitten. In de special guest lounge. Het zijn Bede Wils, de rechter natuurlijk. Real Killer 1 is de FBI-agent. Van een vriend van mij mag komen. iHubsNL is de bouwer van Cosmopolitan. Die man die heeft mij in Cosmopolitan nu al zo erg geholpen. Dat ik alles heel snel kan krijgen via hem. Hij bouwt alles snel af. Alles op tijd. En hij heeft een club gebouwd. En hij is vandaag jarig, dus als je iHubs vandaag ziet natuurlijk, vandaag 20/3/2016. En op het feest vanavond, feliciteer hem even, want hij is jarig. En de laatste is Eagle Shooter, dat is mijn wethouder. En ja, ik dacht van nou, hij verdient het gewoon om hier VIP te mogen zijn. Special guest, mag er gewoon weer chillen. Daarnaast doe ik Marnicker. Marnicker, wil er graag aan toe, want Marnicker, die wil vanavond gaan streamen. Dat is van de GameStad, dus kijk even op het kanaal van de GameStad. Daar is vanavond de stream. Hij begint volgens mij om 6:30 met zijn eigen stream. Om 8:00 komt hij richting het feest. En Marnik zou graag een +1 willen hebben. Dus ik ga van Marnik een +1 doen. Dus Marnik is er ook bij als YouTuber. Ik weet dat Cosmo komt. Maar Cosmo hoeft niet op te schrijven, want ministers, burgemeesters, YouTubers, die mogen sowieso in die VIP lounge. Dus die worden allemaal goedgekeurd. Inderdaad, ook Weatherlight zal natuurlijk aanwezig zijn. Ja, het wordt eenmaal een groot feest. Ik ga er naartoe en ik ga jullie precies uitleggen waar het precies is voor degene die anders gaan verdwalen. Het is in Rolandia, want ik wou het in een beginstad doen. En Rolandia, Xantus is een hele toffe burgemeester. Ik heb al gevraagd van, yo, Xantus, mag ik met mijn bouwer, dus inderdaad, dus iHubsNL van mijn stad, eenmalig jouw stad bouwen, zodat jou geen geld kost om een bouwer in te huren, maar je wel geld gaat verdienen aan mijn bedrijf, zeg maar, via mij. En heeft gezegd, ja tuurlijk, is prima, is geregeld. Dus dat is helemaal goed. Dus in Hollandia, helemaal goed. En het zit achter de inkoop. Dus je komt vanuit de Cutraxia Portal. Loop je gewoon rechtdoor tot aan het plein. Want het plein begint natuurlijk hier. Dus bij de mooie fontein in het midden. En de eerste straat die je tegenkomt, ga je dus rechtsaf. En dan zie je de inkoop. Weet je wel, met dat gouden helmpje. Inkoop, niet te missen. Is gewoon niet te missen. Loop je rechtop af, gewoon recht langs de inkoop. En het zit er namelijk recht achter. Je gaat namelijk achterlangs. Hatsenflats, zie je hier een leuk rood gebouw. Maar ja, dat is hem dus niet. Het is het volgende gebouw. Met rood erin verwerkt natuurlijk. Grijs erin verwerkt. En denk van buitenaf, nou, het ziet er niet zo denderend uit van buiten. Hoe kan je hier godsnaam meer dan 500k voor betaald hebben? Laat ik je binnen zien. Het wordt namelijk echt een denderend feest. De kaartverkopers, die zijn er nu op het moment niet. Er zijn er twee die het verkopen. Dus ja, je moet een kaartje hebben die in leven na wat geldig is. Inderdaad, er staat een welkom in Red Club. In de Red Club. Het nieuwste en vetste dance fenomeen in Hollandia. Hier komt vanavond het feest. Prijskaartjes zijn inderdaad. Normaal ticket is €500. VIP ticket is €2000. Ja, zekers. Vanavond zie je het feest. €2000. Nou, dan komt hij hier binnen. Kan je hier pinnen natuurlijk. Kan je betalen. Pats, pats, pats. En dan kom je in de club. Jongens, bereid je voor. Dit is mijn club. Holy moly. Morgen, vanavond is het ook donker. Er zit natuurlijk een stukje vet eruit. Dit is de club, jongens. Een gigantische mooie dansvloer met mooie kleurtjes. De bar is gemaakt met sea prism stone. Quartzblokken als stoelen. Je hebt natuurlijk een barmedewerker. Kijk, daar is een van de kaartverkopers. Het is Sayerso. Ik Sayerso. Ik heb gisteren gewoon aangenomen. Want ik had mensen nodig. Ik dacht van, nou weet je wat. De eerste beste die ik tegenkom met TeamSpeak. Doe we. Hartstikke tof. Hallo. Dat is mijn medewerker. Dus die staat hier achter de bar. Vanmorgen staat vanavond achter de bar. Je kan hier kopen bier en dunner. Kebab kan je halen. Dus voor €400 voor een biertje. Mag helaas niet goedkoper, want dat is net iets boven de inkoop. Dus dat mag ik doen. En dan heb je dunner. Dunner is gewoon, ja, eigenlijk lamb chop. Hartstikke chill om te eten. Dan heb je hier de sectie. Een section waar je gewoon kan chillen. Hartstikke fijn. Dan heb je natuurlijk de dansvloer. Hier beneden heb je, hoor je de vlammetjes al. Ook gewoon een chill lounge. Kun je gewoon chillen met mensen. En het wordt gewoon één groot feest. Want ik heb ook speciaal geregeld op TeamSpeak zelf van DDG. Dus als jij op DDG TeamSpeak vaak zit en het feest wilt bijwonen, kan dat in de speciale lounges gemaakt voor deze club.
Er is namelijk een lounge waar ook de DJ zit. Er is een DJ lounge. En de DJ lounge, er komt letterlijk hier een DJ staan. Ik heb hem ingehuurd gisteren namens Raphael 4033. Dus als je hem ziet, spreek hem aan. Hij is vanavond de DJ, dus als je liedjes voor hem wil hebben. Van, joh, deel, doe dat liedje, kan je hem nog aanspreken vandaag? Hier gaat hij dan draaien. En daar wordt daadwerkelijk muziek afgespeeld. Er is natuurlijk een wachtwoord op, die krijg je natuurlijk als je bij je binnenkomst. Dus op die manier hartstikke vet, hartstikke gezellig. Als je komt een vette DJ, kom een plaatje waar je kan chillen en praten op die manier. Dat is voor €500, kan je gewoon hier rondlopen op de onderste verdieping. Genieten van de muziek, genieten van de lounges, chillen met iedereen. En gewoon bier bestellen en een grote feest beneden. Maar, ben jij VIP? Ben jij geen pleb? Heb jij gewoon genoeg geld en denk van, nou, €2000 is voor mij niks. Want voor veel mensen is het ook zo. Kan je naar de VIP only. Je zet een beveiliger, die laat je dan door. Had ze flats, op die manier doet hij dat dan. En dan gaat hij hier naar binnen. En... hou maar even bij. Ja, hou maar even bij. Hou maar even bij je. Hou maar even bij je. Nou, ga ik in ieder geval door. En hier heb je boven de VIP lounge. Hier kan dus alleen de VIP zitten. Dus mensen met wat meer geld. Niet zo plebs. En het ziet er gewoon wat mooier uit boven. Je kan natuurlijk naar beneden kijken. Naar de mensen die daar aan het dansen zijn. Kijken naar jou, wie zit er boven. En dan heb je hier ons balkon. Het ziet er fucking nice uit, het balkon. Eerlijk is eerlijk. Je kan gewoon buiten kijken. Vanavond zal hier natuurlijk een rij buiten staan die helemaal uitsteekt. Er zullen beveiligers zijn met knuppels. Die gewoon de idioten buiten laten. Het wordt gewoon een en al vet feest. En heb je hier als laatste, waar is een barretje natuurlijk weer voor de VIP. Daar zal Serso vanavond staan. Serso gaat vanavond bij de VIP bar staan, dus vanavond kan hij je helpen. Wordt hartstikke vet. En dan als laatste heb je hier de VIP lounge, oftewel de special guest lounge. Staat er ook, speciale guest lounge. We gaan naar binnen, hatseflats, en het ziet er als volgt uit. Ministers kunnen hier zitten, dus hier zitten alle ministers kunnen hier chillen. Burgemeesters, de YouTubers en inderdaad de gastenlijst. Dus Willem, Realkiller, Ihabs, Eagle Shooter en Marnik kunnen hier altijd komen, omdat ze hier graag willen komen. Zo tof. Het is gewoon een special guest lounge om even te kunnen ontsnappen aan de gigantische drukte die er vanavond zal zijn. Dus op die manier gaat het werken. Dat is voor hun natuurlijk ook even toe heel fijn. Ik zal natuurlijk ook daar gaan chillen. Je kan natuurlijk overal pinnen. Beneden en boven kun je pinnen. Het wordt gewoon even ietsje makkelijker om alles zo te regelen. Dus dat is hartstikke goed en hartstikke fijn. Het wordt gewoon één dik feest. Dus kom zeker langs Eurolandia. Achter de inkoop. Niet te missen. Kaartje is €500 voor een normaal kaartje. VIP is €2000. Je kan je zeggen van ja, dat is veel te duur. Nou, dan kom je lekker niet op mijn feestje. Ga lekker buiten staan. Zo simpel is het. Het is een discotheek. Het is geen... geen buurthuis of zo waar iedereen zomaar zou kunnen komen op die manier. Eten naar binnen mag. Je mag zelf je eten meenemen, zelf je drinken meenemen. Maar ja, als je dat meeneemt, zal iedereen je natuurlijk een pleb noemen. Want je hebt natuurlijk... ja, je bent een scared motherfucker. Wie gaat nou weer de godsnaam naar de club? Bijvoorbeeld, stel je voor, echt. Ga je naar schoolfeest en dan neem je je eigen chaps mee? Zit je daar lekker een broodje te eten, weet je wel? Dat is een beetje vreemd. Maar goed, het is inderdaad van het centrum. De eerste die je kan naar rechts. Achter de inkoop, daar wordt dus een gigantisch vet feest gegeven. Ik hoop dat jullie er allemaal heel veel zin in hebben. Ik in ieder geval wel. Ik zal er vanavond inderdaad gewoon zijn. Ik ga misschien ook zelf eventjes draaien in de muziek. Ik ga ook even DJ'en heel kort natuurlijk. DJ Swagger Jacker. Ik zou niet anders kunnen. Natuurlijk moet ik even draaien. En de livestream is wat te kijken op een GameStad. Natuurlijk, jullie kennen het wel van Marnik. Een GameStad vanavond om 6:30 begint hij volgens mij met zijn livestream. Zeker even checken. En om 8:00 zie ik jullie gewoon allemaal bij het feest. Want het wordt gewoon één dik vet feest. En ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het is namelijk niet een normaal feestje waar iedereen gewoon stilstaat en gaat chillen. Maar nee, het is daadwerkelijk op Teamspeak waar je kan praten met mij, met andere YouTubers, met andere mensen, met de burgemeester, mensen leren kennen, misschien werk vinden. Het wordt gewoon super tof, super dope. En als ik jou was, zou ik erbij zijn, want het is gewoon fucking gaaf. Dus mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauwduimpje omhoog achter als je het een hele leuke video vond. Laat me even weten ook beneden in de comments of je op mijn feest komt. Want ik heb er heel veel zin in. En ik denk heel veel anderen ook. Want ik heb ondertussen al, dat ik zei, iets van 50 tot 40 kaarten verkocht. Dus het gaat hard. Het wordt één dik, vet, super tof, cool, awesome, super feest. En ik zie jullie gewoon daar. Dankjewel voor het kijken. Later was het ziens. En natuurlijk, peace.